Welkom allemaal bij alweer de 5e aflevering van de serie God bestaat. In de vorige afleveringen hebben we gekeken naar wetenschappelijke argumenten voor het bestaan van God. We hebben gekeken naar het kosmologische argument, teleologische argument en het morele argument. En al deze argumenten samen bewijzen dat er een monotheïstische, dus één God, bestaat. Maar deze theorie werkt voor zowel de moslims, voor de joden, als de christenen. Deze God kan voor alle drie religies werken. Hoe weten we dan welke van deze drie religies klopt? Dat weten we afhankelijk van de verrijzenis. Want ons geloof, het christelijke geloof, staat of valt afhankelijk van de verrijzenis van Jezus Christus. Zoals in 1 Korintiërs 15:14 staat: en indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. Dus zo zien wij hoe belangrijk de opstanding is. Dat staat zelf in de Bijbel. In de Bijbel staat zelf: als de verrijzenis niet heeft plaatsgevonden, dan is ons geloof zonder inhoud, zonder geloof. Maar wat nog meer, als Jezus niet uit de dood is opgestaan, dan is Jezus en het christelijke geloof net zo filosofie als alle andere mooie filosofieën die in de geschiedenis hebben bestaan. Zoals bijvoorbeeld die van Gandhi of Martin Luther King. Dus als Jezus daadwerkelijk is opgestaan, dan is hij de ware God en dan is de christelijke God de ware God. En vandaag gaan we kijken naar argumenten voor de verrijzenis van Jezus Christus. Maar voordat ik deze argumenten ga geven en presenteren aan jullie, wil ik nogmaals benadrukken waarom dit zo belangrijk is. Want waarom is de verrijzenis zo belangrijk? Laat ik het zo zeggen aan de hand van het volgende voorbeeld. Als jij jezelf uit de dood zou kunnen laten opstaan na 3 dagen, dan zou ik wel aannemen dat jij God bent. Dan zal ik alles doen wat jij wilt. Dan zal ik jou aanbidden. Maar zover ik weet heeft niemand zichzelf, behalve Jezus, uit de dood laten opstaan. Dus mocht jij jezelf uit de dood laten opstaan, dan kan ik wel aannemen dat jij God bent. Jezus heeft dat gedaan, dus dan kunnen we aannemen dat hij God is. En of hij dat heeft gedaan, dat gaan we nu zien. Het eerste argument voor de verrijzenis van Jezus Christus is het bewijs dat de graf van Jezus, waar die was begraven, leeg was. Er zijn 6 onafhankelijke schriften die bewijzen en die aangeven dat de graf van Jezus na 3 dagen leeg was. En de wetenschap leert ons dat als er 2 of meer bronnen zijn die dezelfde claim maken, dan kunnen we dat aannemen als waarheid. En dat zien wij bij het lege graf van Jezus. En ook het feit dat de Romeinen probeerden te verklaren, op wat voor manier dan ook, dat de graf van Jezus leeg was. Zij hadden misschien een andere theorie dan verrijzenis, maar het feit dat zij vertellen dat de graf leeg was, bevestigt ook alleen maar dat inderdaad de graf leeg was. Het tweede argument voor de verrijzenis van Jezus is dat in de evangeliën staat dat de eerste mensen die het graf leeg hebben gezien, vrouwen zijn geweest. En waarom is dit belangrijk? Namelijk, in die tijd was de mening van vrouwen waardeloos. Dus waarom zou je, als je de verrijzenis en het Nieuwe Testament hebt verzonnen, waarom zou je dan opschrijven dat vrouwen het graf leeg hebben gevonden? Nogmaals, de testimonials, de bewijsstukken van vrouwen zijn waardeloos. Dus dit geeft alleen maar meer bewijs waarom het niet is verzonnen. Waarom is het namelijk niet verzonnen? Want als je het wel zou verzinnen, dan zou je namelijk zeggen dat mannen het graf leeg hebben gevonden. Het derde argument voor het bewijs van Jezus is dat er meer dan 9 bronnen zijn, zowel binnen als buiten het Nieuwe Testament, die aangeven dat Jezus is verschenen. En niet alleen aan 1 persoon, maar ook aan meerdere personen. Laten we eens kijken wat er staat in 1 Korintiërs 15:5. En hij is verschenen aan Kefas, daarna aan de 12. Vervolgens is hij verschenen aan 500 broeders tegelijk, van wie het merendeels thans nog in leven is. Doch sommigen zijn ontslapen. Vervolgens is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan al de apostelen. Maar het allerlaatst is hij ook aan mij verschenen, als aan een ontijdig geborene. Hier wordt mij gerefereerd naar Paulus. Tevens claimden de apostelen en discipelen van Jezus dat ze Jezus hebben gezien na zijn dood. Zo erg dat ze er dood voor zouden gaan. Voor zijn dood waren dezelfde discipelen en apostelen lafaards. Zij geloofden niet in Jezus, of zij gaven niet toe wie hij was, of dat ze hem überhaupt kenden. En plotseling geloofden ze in hem. Plotseling waren ze bereid om gemarteld, gekruisigd en gedood te worden omwille van zijn naam. Dus stel, het was een verzonnen verhaal. Stel, het Nieuw Testament was een verzonnen verhaal. En Jezus was niet
daadwerkelijk uit de dood opgestaan? Waarom zouden de apostelen en discipelen, weten dat het leugen is dat Jezus is verrezen, dan sterven voor hem? Waarom zouden ze opeens van gedachten van veranderen? Dat is niet logisch. Maar deze plotselinge omschakeling verklaart volgens mij alleen maar de verrijzenis. Ten slotte wil ik afsluiten met een paar vragen over dit onderwerp. De eerste is, hoe verklaar jij de snelle groei van het christendom? Hoe kan het christendom opeens, plotseling, zo snel groeien? En in zo'n korte tijd? En hoe verklaar je dat zo'n kwade man als Saul, een hoge Jood, een van de grootste vervolgers van het christendom, uiteindelijk een van de grootste verkondigers is van het christendom? Hij heeft meer dan de helft van het Nieuwe Testament geschreven. Wat verklaart die plotselinge omslag? En als allerlaatste vraag, en hier wil ik refereren naar de allereerste aflevering, is dat we hebben gezien dat God almachtig was. We hebben gezien dat God almachtig was doordat hij uit niets de aarde en het universum heeft gecreëerd. Waarom zou hij dan niet, als hij diezelfde almachtigheid heeft, dan niet Jezus uit dood na 3 dagen kunnen doen laten opstaan? Dankjewel voor het kijken.